Maar hij mag ook mijn naam. Dus ik dacht, misschien kunnen we één achternaam doen voor jou en één achternaam voor mij. Babbelt zoveel, praat even rustig. Toch, maar leg het even. Want jij reageert met zomer en begint met zomer. Hebben jullie meer seks of minder seks tijdens de zwangerschap? Nou, kun je scheet gelaten? Nee. Ben je af en toe een preggyzilla? Zeker weten. Elke dag, vanochtend nog. Ik ben heel snel geïrriteerd. Niks wat ik doe is goed, alles is fout. Hallo jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Yo. Vandaag gaan wij iets superleuks doen. We gaan een pregnancy Q&A doen. Ik had echt rode vlekken in mijn gezicht, zie je dat? Dan moet je gezonder gaan eten. Ik had op Instagram gevraagd of jullie leuke vragen aan doorsturen, dus die gaan we met jullie delen. Wat was de reactie van uw... Oh, ik haat als mensen u noemen. Heb je dat ook? Dan voel je echt zo oud. Nee, ik heb daar geen last van. Oh. Wat was de reactie van uw vriend toen hij hoorde dat u zwanger bent? Wel netjes trouwens, dat ze met u aanspreken. Ja. Nog een keer, de reactie? Ja, wat was je reactie? Mijn reactie was... verrast. Toch? Ja. Ja. Het was ook mooi. Niet dat het met een aankondiging was of zo. Nee. Ik kwam eigenlijk uit de douche gesprongen. En jij zat gewoon rustig op de bank tv te kijken en zei ik was zwanger! Ja. Ja, maar wat ging er door je heen, zeg maar? Ja, dat zeg ik. Ik was gewoon enthousiast, ja. Het is een beetje een verrassend moment, dus het was niet echt, ja. Ik had niet echt dat ik dacht, yes! Yes, oh my god! Dat kwam later pas. Dat... Gaan jullie samen de opvang van jullie kindje regelen of schakelen jullie familie / crash in? Ik ben gewoon familie, hè? Ja, ik wil ook zeg maar mijn kind niet op opvang zetten zonder dat hij kan praten, zeg maar. Dus stel gebeurt iets, dan kan hij dat niet vertellen. Klopt. Dus ik denk pas wanneer hij kan praten, dat we dan pas kunnen kijken naar een opvang of zo. Mm-hmm. Maar voor nu gewoon familie. Weten jullie al een naam voor jullie baby? Ja, ook dat ja. Die hebben we al. Maar die gaan we pas vertellen als de baby er is. Dus het zijn wel echt twee hele mooie namen. Misschien moeten we wel even uitleggen hoe we op de naam zijn gekomen. Ja, ik had dus een droom. Vond ik had al een naam bedacht. Dus ik zei ja, is goed, doe maar. Nee, niet ja, is goed, doe maar. Je zei dat het een hele mooie naam was. Dan houden we die, dan doen we die erin. Ja, en sowieso, elke vrouw heeft een hele lijst met babynamen. Ook al ben je nog niet zwanger. Voor als je ooit zwanger wordt en een kind krijgt. En ik had één naam, die stond bovenaan. En ik dacht, ja, dit wordt hem. En toen zei ik ook van, ja, dat is wel een hele mooie. En toen kreeg ik een droom. Over mijn opa, die is overleden en die kwam met een naam. Dus toen dacht ik, zo heet ik helemaal niet. Ging ik het opzoeken en het leek dus een islamitische kindernaam te zijn. Dus toen zei ik tegen Vonneke, jouw naam telt niet meer. Het wordt nu deze naam. Nee, jij zei, ik wil dat hij zo heet. En toen zei ik van, nou, dat bepalen we later wel. Nee, dat bepalen we wel. Nee, en toen, en toen had je uitgelegd over die droom. En toen dacht ik van, ja, dat heeft wel meer betekenis dan gewoon een verzonnen naam. Ja. Dus toen dacht ik van ja, het is wel echt een hele mooie naam en ook een mooie eerste naam. Dus laten we die maar gewoon doen dan. Ja. En wist je dat trouwens, vanaf nu mag je ook de moeders achternaam zetten als tweede achternaam, hè? Dat wou ik trouwens nog met jou bespreken, want jij hebt twee achternamen omdat je Spaans bent. Maar hij mag ook mijn naam. Dus ik dacht, misschien kunnen we één achternaam doen voor jou en één achternaam voor mij. Nee. Nou, dat gaan we gewoon doen hoor, sorry. We spreken later wel. Nee, als onze zoon, als ik mijn zoon gebaard heb... Een kind wordt gewoon vragen, de naam te krijgen van de vader. Nee, klaar. Als ik mijn zoon in mijn handen heb na de bevalling en ze zeggen hoe heet hij, dan zeg ik gewoon mijn achternaam. Ja, en dan zeg ik gewoon dat ik jou niet ken. We zien het wel. Wat ga je doen als je baby opeens oranje is? Dan weet ik dat het niet mijn kind is. Dan weet je, dan was het de gymleraar gaan voelen. Welke gymleraar? Ik zit de niet op school. De gymleraar. Nee, dan ben ik vreemd gegaan met de wortel die al een paar dagen in de koelkast ligt. Ja, misschien moet ik dat maar eens een keer gaan doen, want die surt niet, wortels. Nou, succes. Hoeveel kinderen zouden jullie graag willen hebben? Weet je die man, nu zou ik het echt niet weten. Nu komt in ieder geval één aan. En ja. Ik wil er twee. Ja, twee zoiets denk ik, twee. Ja, maar jij zit heel tijd te schreeuwen dat we ooit de tweeling krijgen, dus... Kan ook, dat we in één keer twee, dus dan zitten we op drie. Ja. Kan ook, is ook goed. We zien wel waar het schip strandt. Maar ik wil wel dat er 2 jaar tussen zit ofzo. Ja, wil je dat? Ja. Je hebt niet veel te willen. Dat is ook mijn keuze. Ik denk dat er 2 jaar tussen gaat zitten, of 1 jaar. Nou, ik zou zeggen succes met denken. Wat vind je spannend aan het moederschap? Ja, en jij aan het vaderschap, doe jij maar eerst. Wat vind jij spannend aan... Aan het moederschap. Aan het vaderschap spannend. Ja, veel verantwoordelijkheid. Je kan niet zomaar de deur uit. Kan eigenlijk wel, als Vonneke met de baby is.
Dus eigenlijk, ik denk, ja, er gaat niet veel, ja, er gaat wel veel veranderen en er gaat ook weer niet heel veel veranderen, want wij zijn eigenlijk al best volwassen en best... We zijn al ouders, dat wil je ja, zeggen. Nee, we zijn, ja, we zijn eigenlijk al, we zijn eigenlijk al best wel ver, zeg maar. In de zin van dat we alles al een beetje hebben, dus daar hoef ik me niet druk om te maken. Ja, ja, wat er gaat veranderen, ik denk gewoon een huilende baby die ons wakker houdt. Dat zal het, ik denk weinig rust, dat gaat ons geven, weinig rust. Ja, wat ik spannend vind aan moederschap is dat, ja, dat we toch een heel mens op aarde zetten. En hoe hij, zeg maar, in het leven staat, dat wij ja, daar een groot onderdeel van zullen zijn, zeg maar. Ja. En hoe die zich zal voelen, ja, dat vind ik toch wel spannend, zeg maar. En Pien, het wordt grote zus. Ja. Ja, wat grote zussen. Wat was de eerste emotie die door je heen ging toen je erachter kwam dat je preggo bent? Nou, het was eigenlijk best wel grappig, want ik had dus een vroege test gehaald. En er zaten twee in. De eerste had ik dus één dag te vroeg gedaan. En ik was er echt van overtuigd dat ik zwanger was. En toen er stond dat ik niet zwanger was, omdat ik het te vroeg had getest, was ik helemaal emo geworden. En toen zei ik ook tegen de dag van, nou, ik ben niet zwanger. Toen zei ik van, nou, weet je, dan... Het kon vanzelf wel en ik was helemaal boos geworden. En de volgende dag had ik die andere test nog. En toen dacht ik van ja, ik ga er gewoon overheen plassen omdat ik me verveel. En zomaar doe je dat, ik ben het gewoon uitleggen. Ja. Ik dacht dat je hem niet zou zien, maar je zag het op het scherm. Ja. En toen de volgende dag had ik er overheen geplast, maar ik dacht al van, ik ben niet zwanger, maar ik dacht, ik wil die andere. Wat heb je nou te gaan van, jongen? Je babbelt zoveel, praat even rustig. Toch, maar leg het even, want jij ja, ging met zomer en ging met zomer. Nee, maar jij vindt altijd dat ik ding niet goed uitleg, maar ik leg het gewoon goed uit. Dus okay, wat zeur je nou? Jezus, en er zit straks ook nog eens een kind tussen die... Ja, dus toen was ik gaan douchen. Ik was gaan douchen, want die test, jullie weten, die test duurt best wel lang voordat je die uitslag hebt. Dat weten ze niet, want je hebt hele jonge volgers. Ja, maar ik heb ook mensen die me volgen die al moeders zijn, hoor. Dus niet ook, alleen kleine kinderen ook, maar ook kleine mij. Kinderen kijken. Waarom wil je altijd in discussie gaan? Kleine kinderen kijken toch ook, die weten niet nou, dat in ieder geval, werkt, zeg maar. Zo'n test, als je zo'n zwangerschapstest doet, het duurt 5 minuten voordat je uitslag hebt. Dus ik ging ondertussen ging ik ook nog douchen. En ik kwam uit de douche, ik had mezelf nog niet afgedroogd en ik kijk op dat... Op die test en er staat zwanger. En ik moest gewoon 6 keer kijken van... Huh, klopt dit? En ja, zonder mezelf maar, af te drogen was ik naar Davinio gerend. Wat ik ook wel eigenlijk jammer vind. Want normaal doe dan een vrouw helemaal speciaal. Helemaal op een speciaal moment. Helemaal speciaal brengen naar de vader. Dat hij kan denken, wauw, wat mooi, wat leuk. Maar eigenlijk heb je dat moment van me afgenomen. Nou, doe even. Maar ik was zo blij dat ik het gelijk met jou wou delen. Ik lag op de bank. Ik was ziek. Ik had een, nu was je opeens ziek. Ik lag ziek op de bank. Helemaal niet. Dat weet jij niet meer. Ik weet het nog heel goed. Ik was ziek op de bank. Ik had nergens zin in. Ik keek een serie. En Vonneke gooit zo dat ding op mijn schoot. Je wordt vader. Nee. Nou, dat was niet echt een leuk moment om het te horen te krijgen, zeg maar. Maar ja, dat dus. Ja, en toen sprong ik op hem, terwijl ik mezelf nog niet had afgedroogd. Dus hij was ook gelijk nat geworden. Ik weet het niet. Ik was zo blij dat ik het gelijk met jou wel deed. Dat was toch ook iets moois? Nou, weet je wat, de volgende keer dan huur ik een heel restaurant af met allemaal ballonnen en vuurpijlen en dat je vader wordt, ja? Op wie denk je dat hij het meest gaat lijken? Wacht, ik ga die foto pakken. Ja, in eerste instantie dacht ik dat hij heel erg op mij zou lijken, want hij best wel een brede neus heeft. Maar op Davinio's babyfoto zie je ook dat hij best wel een brede neus heeft toen hij baby was. Mm-hmm. Maar hij heeft wel volle lippen, dus ik denk dat hij mijn lippen krijgt. Maar ik hoop gewoon een mix van ons alle twee. Wat denk jij, wie die gaat lijken? Ik denk het meest op de zusje Peanut, hè? Wordt een hele harige baby. Zeg je nou echt dat onze zoon op een hond gaat lijken? Ja, Peanut? Ja. En jouw kin heeft hij, denk ik. Ja, ik denk het meest op mij. Ik hoop het dan, dat hij het meest op mij lijkt. Ik hoop dat ik een tweeling heb gemaakt van mezelf. Ik hoop ook dat hij mijn gedrag krijgt en niet jouw gedrag. Mijn gedrag is een stuk makkelijker. Je bent een stuk ingewikkelder, zeg maar. Logische dingen zijn voor jou niet logisch. Dus ik hoop voor dat de baby, als hij straks wat ouder wordt, dat hij dan mijn denkwijze krijgt. Dan is het leven een stuk makkelijker, zeg maar. Nou, ik hoop dat hij net zo slim wordt als ik. Want ik ben toch wel een stukje slimmer. Als je dat denkt. Hoe snel raakte je zwanger en gebruikte jij of jullie supplementen? Nou, het was eerst eigenlijk van dat ik al best wel lang een kind wou. En dat was eigenlijk een beetje van, ja, aan twijfelen toch van... Ben ik er nou wel klaar voor of niet? Klopt. En op het moment eigenlijk dat Davinio zei van dat hij er klaar voor was, binnen 2 maanden eigenlijk. Ik had wel een traject, maar dat heb ik wel uitgelegd in een andere video.
Dus als je daar naar benieuwd bent, check die andere vlog eventjes. Ga je de bevalling filmen? Zou jij dat oké vinden als ik dat zou filmen? Nee, eigenlijk niet. Nee, ga niet filmen. Nee, niet de bevalling zelf, maar misschien wel het moment ervoor en erna. Ga je vloggen? Ja, gewoon. Jongens, ik ga nu naar het ziekenhuis. Mijn weeën zijn gebroken. Mijn weeën zijn gebroken of vliezen? Mijn vliezen zijn gebroken. Ja, ik weet niet. Misschien ben ik wel heel erg gestrest op dat moment. Dus ik zou niet weten of ik dan in staat ben om te filmen. Maar ja, voor nu denk ik wel van gewoon ervoor en daarna. Maar niet op het moment zelf. Ja, heb je al een naam? Zo ja, wanneer krijgen wij hem te weten? Nou, de bevalling is. Ja, zodra die geboren is en we gaan het delen op social media, dan komen jullie erachter. Voel je je meer geliefd door Davinio of is je band versterkt sinds de zwangerschap? Ik vind wel dat je heel erg lief voor me bent tijdens deze zwangerschap. Maar soms dan ben ik zeg maar geïrriteerd. Kijk, ik kom altijd op maar, jongens. Altijd maar. Soms dan ben ik geïrriteerd en dan ga je ook echt met mij in discussie. En dan denk ik van, kan je niet gewoon eventjes denken van, oké, mijn vriendin is zwanger, ik laat gewoon even praten. Jij moet altijd weer een tegenwoord hebben, zeg maar. Maar dat is het enige. Voor de rest ben je heel lief. Als ik zeg dat ik honger heb, maak je ook eten voor me. Voetmassages. Dus ja, ik heb eigenlijk niks te klagen. En onze band is sowieso al best wel sterk. Dus het is niet van dat ik denk van, het is nu nog sterker geworden of zo. Maar misschien als onze zoon geboren is, dan ja, zie ik Davinio natuurlijk voor het eerst vader worden. Dus ik denk dat ik dan wel nog meer verliefd op je word, schat. Ach. Wat zijn je cravings? Kaas met ketchup, McDonald's. Chocola en? Nee, die heb ik gewoon toevallig gisteren gehaald. Een craving is iets wat ik heel de dag doorloop te eten. Geen sponsor? Nee, maar Oreo mag me wel sponsoren. Ik had in het begin heel erg raketijsjes en appelsap. Maar dat was echt alleen het eerste trimester. Nu eet ik dat niet meer echt. Watermeloen. Maar broodje kaas, Watermeloen, toch? Ja, watermeloen vind ik lekker. Maar broodje kaas is echt mijn craving. Echt heel basic eigenlijk. Heb je je reactie gefilmd? Hoe was je reactie? Welke reactie? Op het moment dat ik erachter kwam dat ik zwanger was. Oh nee, die had je niet gefilmd, toch? Nee. En ik denk ook van, ik deel zoveel op social media. Was het ook gewoon vergeten, denk ik? Ja, ik was te blij, zeg maar. En ik dacht al van, ik ben niet zwanger, dus ik was niet bezig met filmen. En Davinio's reactie heb ik niet gefilmd, omdat ik dacht van, we delen al best wel veel van ons leven op social media, dus dat ik zou het ook niet eens willen, denk ik. Nee, jij zou jezelf te awkward vinden, denk ik. Stel je voor dat je niet zwanger kon raken, zouden jullie dan adoptie willen doen? Ja, ik kan wel. Jij ook? Ik denk sowieso in een later stadium van ons leven, als we zeg maar een grotere woning hebben, dat we... ik wil zeggen dat we nu niet stabiel zijn, maar gewoon stabieler. Dat we denken van, oké, we kunnen nog een kind erbij. Dan zou ik wel echt een keertje een kind willen adopteren. En de meeste kindjes die ter adoptie worden afgestaan zijn meestal echt heel lief. Die hebben echt veel liefde. Mm-hmm. En die hebben ook liefde nodig. Dus, het was zielig eigenlijk ook dat er heel veel kinderen zijn die geen vader en moeder hebben. Of dat die gewoon zijn afgestaan vanaf de geboorte. Ja. Dus dat je die dan toch een mooi leven kan geven. Ja, dus dat willen we later sowieso wel doen. Ja? Dat zeg je toch net dat je dat wil? Ik zou dat wel... willen doen. Ik weet niet hoe het leven loopt, maar het zou misschien wel in een later stadium dat we dan, denk ik wel, die beslissing zouden overwegen. Ja, maar in dit huis past niet nog een kind, zeg maar. Eén kind past nog net. Wat is de belangrijkste regel die jullie je kind gaan meegeven? Belangrijkste regel? Moet je de waarheid vertellen aan vrouwen. MOB. Altijd eerlijk zijn tegen jezelf en niemand brood van je bord laten eten. Jij? Altijd eerlijk zijn en jezelf zijn. Dat zei ik net ook al, mag verder? Ja, dan kan ik het toch met je eens zijn. Jezus, maar kan je niet kan jij niet een paar andere opnoemen die ik dan niet heb opgenoemd? Dus dat we dan een aantal verschillende... Ja, maar ik denk van, ik wil niet heel veel regels opstellen. Dat zijn denk ik de belangrijkste regels in het leven. Dus de beste belangrijkste regels zijn geen... Jezelf zijn en eerlijk zijn. Ja, oké, ja, dat zijn wel de belangrijkste. Hebben jullie meer seks of minder seks tijdens de zwangerschap? Nou, wel een stuk minder. Ja, en door wie komt dat? Ja, domme. Dat was niet de vraag. En waarom? Dat was niet de vraag. Ja, Davinio is bang dat hij tegen zijn kind aankomt. De gedachte alleen al is niet echt aantrekkelijk, zeg maar. Er was ook maar ik denk dat er veel meer vrouwen daar last van hebben. En heel veel mannen. Dus
Laat even in de comments weten. Heb jij een kind gehad? Hoe was dat ook met jouw man? Laat het even weten, want dan kan misschien Vonneke dat ook begrijpen vanuit de vrouw en vanuit de man. Ik raak er heel erg gefrustreerd door. Vonneke snapt het niet. Ik snap het wel, maar ik wil het niet snappen. Snap je dat? Ja, snap je. Snap. Op welke leeftijd krijg je kind een telefoon? Ik denk sowieso een telefoon op 12, 13 jaar. Zoiets. Maar ja. April, je zusje, is 10 en die heeft ook een telefoon. Hè? Oh ja. Nee, ik denk 10 dan, zo rond die leeftijd, 10 jaar. Want als hun dan, dan kan je ze gewoon controleren, weet je wel, van wat ben je aan het doen, waar ben je. Ja, maar ze kunnen dan ook apps downloaden, zoals Instagram en Snapchat, zou je dat... Dat is wel een lastige, ja. Maar je kan sowieso een locker opzetten. Dat maar weet je, het is... Dingen, dat is het lastige dus van social media. En het kind gaat naar school, die zit met kinderen in de klas, die hebben allemaal Snapchat, allemaal Instagram. Dan is het lastig om te zeggen, ja, jij mag dat niet. Maar ja, we gaan het toch downloaden, we gaan het toch stiekem doen. Dus dan denk ik van ja, dat is wel lastiger, ja, eigenlijk. Van hoe ga je dat dan het beste, hoe kan je dat het beste doen? Ja, en ik denk wij zijn ook de generatie die het eerst zijn... Ja, opgegroeid met Snapchat, zeg maar. Dus ik denk dat wij wel makkelijk kunnen zeggen van... Oké, je mag Snapchat en Instagram downloaden, maar je mag gewoon dit en dat niet doen. Dat je wel gewoon regels opstelt. Ja, wat wel niet mag op Instagram. Wie gaat de luiers verscholen? Gewoon allebei, toch? Ja, dat zeg je nu. En nu hebben we al discussie met wie Peanut uitlaat. Ja, maar Peanut heeft van haar gekomt. Je slaat zo die kussen om. Ja, sorry, maar ik kan niet meer goed liggen van... Het is ook een gekke setting zo, hè? In het midden van het bed. Heb je een scheet gelaten? Nee. Peanut? Heb jij een scheet gelaten? Ja, ik denk gewoon alle twee. Allebei. Maar ik weet sowieso dat ik de meeste luiers ga verschonen. Ben je af en toe een Prankyzilla? Zeker weten. Elke dag, vanochtend nog. Ja, maar het hoort erbij. Hè? Ik vind zelf persoonlijk dat het best wel meevalt hoor, met mijn hormonen. Ik ben de mening over verdeeld. Nou, je bent heel snel emotioneel, je bent heel snel geïrriteerd. Niks wat ik doe is goed, alles is fout. Ze heeft op alles een opmerking, maar volgende vraag. Maar ik ben wel ook heel lief, toch? Dat mag je ook wel even toegeven. Kan je zijn, je kan lief zijn. Ik kan lief zijn. Ja, oké, daar neem ik het nog mee. Wat is een verandering waar Davinio tegenop kijkt? Ja, waar ik persoonlijk tegenop kijk is... Als er een kind komt, komt er dus veel troep bij, veel kleren, veel spullen. Er komen natuurlijk... Veel was. Veel was, dat soort dingen. En ik heb gezien bij vrienden van ons dat een kind, je kan opruimen, maar 10 minuten later is het huis weer een grote bende. Dus ja, daar kijk ik echt zwaar tegenop. Maar ja, het hoort erbij. Jij? Vroeg opstaan. Ja, dat ook. Dat is het enige voor mij. Maar ik denk als ik vroeg op moet staan voor mijn zoontje, dat ik het minder erg vind. Maar voor werk of zo. Dat sta jij vroeg op, toch? Deal. Dat sta jij voortaan vroeg op. Ik niet. Nee, jij gaat ook vroeg opstaan. Jij hebt net... Ik sta vroeg op voor de baby en jij voor Peanut. Ja, dat is goed. Oké, deal. Allee. Staat op camera, hè? Dat is wel een goede deal, jongens. Wordt jouw kind nu ook geboren met feces? Jetsa. Hij gaat gelijk de eerste man naar Turkije en dan zet toch gelijk implantaten erin. Zo'n mooie magic smell. Maar ik vind wel, toen jij babytje was, je tanden waren wel echt mooi rechts. Ja. Je had wel echt mooie tandjes. Ja. En daarna was het helemaal verkeerd gegaan, hè? Toen ging het fout. Hoe wist je zeker dat Davinio degene was met wie je kinderen wilde en vice versa voor Davinio? Hoe ik het zeker wist... Je moet wel heel lang nadenken, zeg. Ja, hoe ga je dat zeggen? Jij zit in een relatie, je vindt elkaar allebei leuk en lief. En je hebt een toekomstperspectief samen. En je bent heel verliefd op elkaar. En dan wil je natuurlijk ook samen kindjes. Ja, want dat is natuurlijk het ideale beeld. Van huisje, boompje, beestje. En dat hebben we allebei. We vinden elkaar allebei heel lief, heel leuk. Dus toen dachten wij, ja, er moet er wel een klein mensje bij komen. En jij? Ja, ik denk dat jij wel de eerste persoon bent met wie ik echt een toekomstbeeld heb. Ah. Ja, en... Wat lief. Omdat je natuurlijk ook zo knap bent, dacht ik van nou, dit moet het zijn. Ja, je dacht die blauwe oogjes. Ja, ik dacht dit is kassa, ching ching. En ook omdat we eigenlijk over alles een beetje hetzelfde perspectief hebben over de toekomst. En ik denk dat het heel belangrijk is als je ook aan een kind wil beginnen, zeg maar. Klopt. Dus dat. Maar eigenlijk alleen om je ogen.
Nee, grapje. Dat dacht ik al. Ik wil niet dat hij jouw voorhoofd krijgt. Je bedoelt jouw voorhoofd? Nee, ik heb niet... Ja, ik heb er ook naar achter gedaan. Oké, ja, ik heb wel een groot voorhoofd. Big head gang. Nou, hij krijgt sowieso een groot voorhoofd. Dat ja, dat 100%. Big head gang. En we zijn alweer bij de laatste vraag. Wauw, het is wel echt snel gegaan, hè? Ja, ging wel snel. Is er een geur of smaak die je niet kan verdragen? Zo, ja, wat dan? Jij eigenlijk, Vonneke, kan eigenlijk nu wel weer een stuk beter. Maar ik weet nog 2 maanden geleden. Toen kookte ik elke dag voor mezelf. En toen kon Vonneke geen enkele geur hebben. Dus alles wat ik kookte was niet lekker. En de geuren waren op in huis van Rituals. Dus ik ging naar de winkel nieuwe kopen. Dus ik had het hele huis voorzien van Rituals. Nou, zoals jullie weten is Rituals best prijzig. Dus ik zet in elke kamer een flesje Rituals neer. En een week later kom ik thuis en zeg ik, waar zijn die flesjes Rituals? Heb ik aan je moeder gegeven, want de geur stonk. Dan ga ik je nog steeds een tikkie van sturen. Ja, doe maar. Ja, maar die zwarte stonk ook gewoon echt. Maar jij. Zo gaat het dus al. Ja, soms vergeet ik wat ik wil zeggen. Dat is niet normaal. Jij beseft niet. Jij beseft niet hoe erg die geuren zijn als je zwanger bent. En het stinkt gewoon heel erg. Ah. Dus ja, die geur. Maar die zwarte van Rituals, die kon ik niet aan. Maar die vanille, die vind ik ja, heel die lekker. Is echt lekker. Maar ja. Die is echt lekker, die vanille. Ja. En eigenlijk voornamelijk ui en knoflook, man. Die geuren, die gingen echt door mijn ziel heen. Hmm. En ja, eigenlijk alles wat jij kookt, inderdaad. Maar nu is het wel wat minder, hoor. Nu kan ik het wel een soort van verdragen, hoor. Ja. Als ik zeg maar thuis ben en je gaat dan koken, want zelf lukt het gewoon niet meer om te koken door die geuren. Maar als ik dan zeg maar thuis ben en je begint met koken, dan is die opbouw wat minder zeg maar. Dus dan kan ik het verdragen. Maar als ik thuis kom en je hebt gekookt, dan komt het echt zo BAM in mijn gezicht. Ja. Die geur. Nou, dit was onze Q&A. Sorry voor het gapen jongens, maar ik ben echt zo kapot. Ga je even dip? Ik ga even denk zo'n hapje eten en even een dutje doen. Met wie ga je een hapje eten? Gewoon met mezelf. Moest ik met iemand eten. Nou, gisteren ging je lekker uit eten. Mij breng je alleen naar de McDonald's. Ah, nu loop je echt te liegen. Nou, ik zag je kapot lekkere tacos eten en zo. Ja, klopt. En mij breng je alleen naar de McDonald's. Dat kan toch niet? Dat is toch ook alleen wat je wil? Nee. De laatste keer dat wij zijn wezen uit eten, dat was met je verjaardag. Toen had ik je ook naar een heel lekker restaurant meegenomen. En daarna zijn we echt sportief gaan gymmen elke dag. Dus daarna zijn we niet meer uit eten geweest. Maar klopt. Jij wil dus nu zeggen dat ik jou nooit eerder naar lekkere restaurants heb meegenomen. Want dat is onjuist. Oh, ja, maar ik bedoel nu in de Prego. In de Prego-ness. Nee, volgens mij niet echt, hè. Jij wou gewoon alleen maar McDonald's. Ja, dat klopt. Nou, vond je deze video leuk? Doe dan natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En... volg ook Davinio op Insta, ook op plaats hier nooit wat daar. Nee. Snapchat ben je wel actief, toch? Ja, Snapchat wel. Nee, maar dus mag je niet voegen op Snapchat. Nou, dat was het. En we zien jullie bij de volgende vlog of video. Later! Ciao, ciao! Tjoep, 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 tjoep.